miste zo erg dat ik pijn in mijn lichaam ervan heb. Nou, we kunnen wel zeggen, als je kind doodgaat, is dat een van de allerergste dingen die je kunt overkomen. John is de vader van Zoe uit het huidige seizoen van Over Mijn Lijk. Hij heeft in 2023 afscheid moeten nemen van Zoe. En Ralf staat hetzelfde te wachten. Hij is de vader van Eva uit dit seizoen van Over Mijn Lijk. En ik praat vandaag met allebei de mannen over hoe het is om afscheid te moeten nemen van je kind. Later in deze uitzending schuift ook Ed aan. Dat is de vader van een 19-jarige Daan uit seizoen 7 van dit programma. Zijn zoon is 6 jaar geleden overleden. Ralf en John, welkom. Dankjewel. Ik vind het bijzonder jullie tegenover me te hebben samen zo op deze manier. Hoe was het om vandaag elkaar weer even te zien? Ja, vertrouwd. In vertrouwd, inderdaad. Ja? Dat, ja. Ja, dat heb je toch als ex-marine mensen. Ja, dan, dat zijn jullie allebei, hè? Ja, 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 dat is ja, een detail. Wij kwamen elkaar tegen bij een opname. En nu een beetje eenzelfde soort decor met een met wat jullie dochters overkomt. En daarmee ook jullie overkomt. Ja. Jullie hebben dus al eerder contact gehad. Ik weet dat jullie ook wel eens gebeld hebben. En elkaar dus die dag gesproken. Dat was een fotoshoot voor de Linda Meijden uit mijn hoofd. Klopt, hè? Wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, eigenlijk raak je met elkaar in gesprek. En tenminste, dat is bij mij dan zo. Ik merk dan heel snel al van, hé, er zit een militaire achtergrond achter. Oh ja, waar merk je dat dan aan? En ja, dat merk ik gewoon aan praten, aan het voorkomen. Dat is het, bij mij is die erkenning is heel sterk. Ja, dan heb je natuurlijk, net wat John zegt, van een connectie met elkaar. Naar aanleiding van zo'n situatie dat je in gesprek bent. Met die meiden zie je dan foto's maken. En dan denk je van, wow, wat is dit? Toch wel heftig als je zo twee dochters hebt. Die dan daar foto's aan het maken zijn. En wees dan de laatste fase van hun leven bezig zijn. Ja. En Eva, die leeft nu nog. En gelukkig. Maar het is natuurlijk, bij haar gaat het ook geleidelijk aan achteruit. En de vraag is van hoe snel? Kijk, en John is al in een situatie waar het zo is dat het zijn dochter al overleden is. En is het in die hoedanigheid voor mij het gesprek met John, wat ik via de telefoon gehad had, want ik had in eerste instantie zoiets van, ja, ik ga hem niet gelijk lopen bellen, want hij zit midden in zijn rouw. En daarmee denk ik van, nou, dat is toch wel heftig. Maar op een gegeven moment heb ik hem geappt en toen zei hij van, bellen we even. En toen hebben we elkaar weer gesproken. Ja. En toen zouden we elkaar nog een keer rond gaan ontmoeten. Maar de tijd vliegt voorbij. Ja. En wij hebben natuurlijk allebei een druk bestaan. Maar nu zitten we hier. Nu zitten we hier. Dus zitten we hier. Dus dat. We gaan het vandaag hebben over jullie dochters. Ja. Laten we beginnen bij een fragmentje. Ze hebben allebei een feest gegeven. En allebei hebben ze daar wat gezegd. Ja. Het is goed om daar misschien even dat als startpunt te nemen vandaag. Ik wil jullie daarom ook meegeven. Stel niks uit wat je graag wil. En wat binnen je macht ligt. Wees lief voor elkaar, want iedereen heeft liefde nodig. En als laatst, volg het pad van jouw eigen dromen en niet van andermans verwachtingen. In deze 25 jaar heb ik genoten, lief gehad en de liefde van mijn leven gevonden. Door mijn ziek te zijn weet ik wat echt belangrijk is. Geniet van vandaag en niet van morgen. Kijk niet te ver naar de toekomst en leef nu. Hier wil ik op proosten op het leven. Proost. 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 Ja, dan. Ja. Even beginnen bij het begin. Zoe is nu ongeveer een jaar overleden. Ja. Hoe gaat het nu met jou, John? Ik zou heel graag willen zeggen goed, maar ik heb wel mijn redelijk goede momenten. Maar ik heb af en toe, ik miste zo erg dat ik pijn in mijn lichaam ervan heb. Ja, het is, en helemaal met dit soort dagen. Ik reed bijvoorbeeld van de week, moest ik naar een afspraak in Den Haag, in Voorburg. En ik reed de straat uit en ik zette de muziek aan. En toen kwam gelijk het nummer op van toen we de kist binnendroegen van Coldplay. Ja. Ja, en dan zit ik dus gewoon de hele weg naar Voorburg, zit ik in de auto, zit ik te huilen. Ja. Dat slaat me dan zo om het hart. En daar merk ik aan dat het verdriet nog heel erg aanwezig is. Ja. Wat mis je dan het meest? Ik mis haar ontzettend. Ik mis Zoe kroop ook altijd op mijn schoot. Ja, jullie waren heel echt, hè? Ja, wij waren heel echt. Ja. Zoe kroop altijd op mijn schoot, 's morgens. Lekker in de nek, die warmte, haar lichaamsgeur, haar,
haar voorkomen, haar enthousiasme, ja. haar... Ja, weet je, altijd druk maken om Mario en mij. Eigenlijk, ik mis alles. Alles. Heel erg, ja. Begrijp het, ja. Ja. Welke fase van rouw zou je zeggen dat je zit nu? Aan het begin nog. Ja. Ja, ja. Kan niet anders zeggen. Aan het begin. En tuurlijk, net zoals gisteren met haar verjaardag. We hebben goede momenten, hoor. En het is heel warm als mensen er zijn, dat we met de mensen, zeg maar, samen zijn en erover kunnen praten. Hè? Want het is fijn om erover te praten ook. Ja. Dat vinden wij ook heel prettig. Maar ik zit nog aan het begin. Ja, ja en natuurlijk, ik heb mijn werk. Ik heb zelfs meer werk dan mijn lief is. Maar je merkt toch, en dat had ik in het begin overigens ook, dat als ik mijn inspecties had gedaan aan het einde van de dag en ik stapte de auto in. Ja, dat is wat je doet, hè, voor werk. Ja, ja, brandveiligheidsinspecties. Ja. Dat ik aan het eind van de dag de auto instapte, dan voelde ik me schuldig, omdat ik even niet aan haar gedacht had. Ja. Ja, en dat... er gaat geen moment voorbij dat ze niet in mijn hoofd zit. Nee. We horen ze net allebei op een... voor Zoe was het echt een afscheidsfeest. En voor Eva, die werd 25. En dat was natuurlijk maar altijd de vraag, hè? Ja. Ga ik die 25 nou halen? Eva is nog steeds. Weet je met jou? Ja, weet je met mij, zeker. Het tientje zat erop, geloof ik. Ja. We horen ze allebei dan ook over de essentie van bestaan praten. Hmm. Hoe is dat als vader om zo aan te horen? In ja. die context ook. Heel lastig, maar... Ja. Ja, ik kan me daar wel heel goed in vinden. En ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die kijken alleen maar om zich heen en kijken naar het gras van de buren, hoe groen het is. Ja. En zijn bezig met een dure auto en zijn bezig met van alles en nog wat. Maar ik denk dat Eva en ja, ik ook wel altijd het idee heb van dat je moet leven in de periode waarin je, zeg maar, in het nu. Dus, ja. En dat je, ja, je kunt nooit vooruitkijken. En als je denkt van, nou, ik ga over 30 jaar met pensioen, ga ik eens naar Nieuw-Zeeland. Maar het kan wel eens eerder afgelopen zijn. En dat is natuurlijk wel wat je mede door Eva ook nog meer ervaart. Dat je de dingen moet doen die je echt leuk vindt en de rest skippen. Want je kunt toch niet overal aan bijdragen. Is makkelijk gezegd en theoretisch klopt het, maar lukt het je? Lastig, maar ik heb wel op mijn eigen werk ben ik mee gestopt. Ja, daardoor? Ja. Want ik heb een leidinggevende functie gehad op een groot bedrijf, waar het zo is dat ik 11 storingsmonteurs aanstuurde. En daarmee toch eigenlijk wel 24 uur dienst waren daar in vulling. En dat werd te veel. Waar het gewoon zo is dat je dan natuurlijk voor die mensen er ook probeert te zijn. En alles wat eromheen aan mails binnenkomt en noem maar op. Ja. En mijn partner heeft een eigen zaak. En die heeft gezegd van kom gewoon lekker bij mij werken. Dan kun je gewoon je eigen ding doen. En dan kun je gewoon met Eva mee. En als het nodig is. En dat heb ik gedaan. En dat bevalt me eigenlijk prima tot dusver. Dus straks misschien wel weer anders. Maar voor nu is het goed zo. Hoe is het überhaupt, en dat is een vraag aan jullie beiden, om vader van een ongeneeslijk ziek kind te zijn? Wat? Heftig. Ja. Ja, ik kan niet anders zeggen. Wat doet dat? Heel veel. Ja. Ik heb zelf ook professionele hulp ingeschakeld. Wel? Dat heb ik wel gedaan. Mede door aandringen van mijn partner. Zoiets van, nou, ga het maar eens een keer proberen. En als niks is, dan is niks. Maar blijkt toch beter uit te pakken als dat ik gedacht had. En daarmee, ja, ik zeg niet dat het het ei van Columbus is. Maar het brengt me wel meer dan wat ik gedacht had. Wat brengt het je dan? Ja, het geeft je toch meer rust op een of andere manier. Waarin je met je naasten kun je natuurlijk heel goed mee praten. En als je over je eigen dingen praat en over allerlei zaken die op je gevoel gaan, dan wordt het toch een ander koekje. En ik ben gewend vanuit mijn verleden om alles in de rugzak te gooien en eruit te halen waarmee mij het uitkomt. Maar ja, zo werkt het met dit soort dingen net even niet. Dus... En dan kun je dat in banen leiden. Maar soms dan heb je momenten waar het gewoon echt even niet gaat. Nee. Was je dat gewend van jezelf? Nee, niet echt. Wel wat dingen meegemaakt, maar natuurlijk nooit zo heftig als dit. Dat geeft me wel weer een heel nieuw inzicht van leven, zeg maar. Ja, wat is dat inzicht?
Ja, dat is ook echt wat Eva zegt. En dat het gewoon zo is dat je genieten moet van de dag die je hebt. En ja. Je kunt zeuren over van alles en nog wat. Maar soms moet je gewoon niet lopen zeiken over kleine dingen. En gewoon doorgaan. En daarmee genieten van hetgeen wat wel belangrijk is. Ik kan me voorstellen dat je dat liever aan je kind had geleerd dan je kind aan jou. Ja, maar ja, de combinatie van dat maakt het wel weer inzichtelijk. Ja. Ja, hoe ervaar jij dat? Ja, weet je, bij mij, wat Ralf zegt, ga ik voor een heel groot deel in mee hoor. Kijk, ik ben een controlefreak. Ik heb ook met mensenlevens te maken. Want als ik iets verkeerds adviseer, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Maar hier was ik de grip op kwijt. Ja. En dat vond ik verschrikkelijk. Dat ik gewoon, zeg maar, mijn dochter ziek zag. Ja. En daar niet op kon ingrijpen. Ja, dat is gewoon dat je het aan anderen over moet laten. Ja, dat is heel erg. Dat is voor mij en ook het feit dat ik het verdriet van Mario zag, uiteraard. Ja, dat heeft heel veel met mij gedaan. En het is wat Zoe zegt, hè. Het leven is maakbaar voor een heleboel mensen, voor jongeren. Wat Ralf net zegt, dure auto, huis, ja. Allemaal zo snel mogelijk. Ja. Maar goed, ik hoop en ik denk dat Zoe hiermee heel veel jongeren heeft bereikt. Dat die toch anders zijn gaan nadenken over hoe zij hun leven moeten indelen. En wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Wat heb je verstaan van wat Zoe gezegd heeft daarover? Nou, dat je moet niet van allemans verwachtingen leven, ja. Maar je eigen dromen najagen. Ja. En dat is heel erg belangrijk. En niet wachten tot morgen. En lukt dat jou nu ook? Nee, dat lukt mij niet. Daar heb ik echt wel. Ik ben eigenlijk. Ik probeer het wel, maar ik ben eigenlijk gewoon weer met mijn werk doorgegaan. Ja. Ik probeer te voldoen aan andermans verwachtingen, ja. Op dit ogenblik. Omdat ik mijn werk goed moet doen. Ik heb jou geregeld gesproken. Ken je natuurlijk niet al 30 jaar. Nee. Maar ik vind het heel erg als John klinken. Ja. Ik weet dat daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Als het ging over verdriet en jouw verdriet wat aanwezig mocht zijn. Ja. Heb je dat heel lang opzij gezet ook? Ja. Klopt. En volgens mij niet in de laatste plaats, omdat je er voor zo wie wilde zijn. En jouw vertaling daarvan. Ja, want huilen samen kan natuurlijk hetzelfde betekenen. Maar je gaf daar een invulling aan. Ja. Is dat waar je dan nu weer tussen aanhalingstekens tegenaan loopt? Nee. Ik toon mijn verdriet wel heel erg aan Mario. Het is. Dat heb ik nu wel losgelaten. Gistermorgen zitten we aan tafel en. Ja, weet je, dan Mario had een filmpje geplaatst. Dan schiet ik helemaal vol. Gisteren, op de dag van opname gisteren, zou zo weer 29 zijn geworden uit mijn hoofd. Hè? Ja. Ja. Ja, dus ik laat mezelf nu in mijn emoties, laat ik mezelf ook wel wat meer gaan. Het is niet zo dat ik zeg van nou, ik krop het op of ik duw het weg. Maar dat is niet meer zo. Jezelf iets meer naar een plek voor aangeven, dat is nog steeds ingewikkeld daar. Ja, dat is nog steeds ingewikkeld. Ja. Ja. Wat zou Zoe daarvan vinden? Nou ja, Zoe's enige angst voordat ze afscheid nam van het leven was dat wij in ons verdriet zouden blijven hangen. Ja. En ik hoop dat dat niet het geval is. Dat Mario en ik die angst van haar wel hebben kunnen wegnemen, laat ik het zo zeggen. Als ze van boven kijkt, dat ze ziet. En dat was ook wat ze tegen ons zei. Hè. Geniet van het leven. Probeer na mij ook nog door te gaan met je leven. Ja, dat proberen we wel. Ja. Ik zie er zeker wel. Ja. En ik denk dat Mario dat ook wel probeert. Ja. Ja. Je haalt het net zelf al een beetje aan. Dus je voelt je machteloos als vader. Ik denk dat jij dat herkent, Ralf. Ja, vooral dat. Ik zit zelf in de techniek. Heb ik alle jaren gezeten. En problemen oplossen, storingen oplossen. En dingen was mijn ding. Pragmatisch, praktisch. En dan kom je bij een situatie uit dat je dochter dus ernstig ziek is. Oftewel ongeneeslijk. En dan kun je niks. Kun je maar gereed natuurlijk. Dan ben je gewoon overleverd aan de specialisten en aan alles en iedereen die daar zegt dat hij daar het beste mee voor heeft.
En dat is lastig. Wat doet dat met je zelfbeeld als het gaat om de vaderrol? Ja, je probeert er aan alle kanten te zijn. En dat doe ik nog steeds natuurlijk. Hè, want ja, Eva moet regelmatig nog naar het ziekenhuis. En ja, ik heb me even afgesproken van, nou, als ik er moet zijn, dan ben ik er. Dus, ja. Maar je kunt er niet. Ja, mijn zus is getrouwd, ze woont samen. Dus daarmee kun je niet continu daar zijn. Maar het is, ja, als vader is het heftig. Maar ik heb ook nog 3 andere kinderen, waar het zo is dat, ja, natuurlijk, die ook de aandacht nodig hebben. En de energie van papa die niet continu op de focus ligt bij Eva natuurlijk. Ja. Dus dat maakt het dan weer lastig soms. Ja. Maar ook wel weer anderzijds weer heel mooi. Ja. Met elkaar hebben we natuurlijk ook heel vaak over Eva en hoe daarmee om te gaan. Maar het is en blijft een bittere pil, ja. Welke rol kan je als vader dan wel aannemen? Ja, haar zoveel mogelijk ondersteunen. Ja. Erachter staan wat ze doet. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Dus niet afwijzend zijn tegenover je kind. Dat je zegt van, joh, denk eens aan jezelf. Ja, natuurlijk zeggen we dat wel tegen haar. Ja. Maar aan de andere kant, ja, Zoe was een zorgmens. Die was altijd met andere mensen bezig. Eerst aan andere mensen denken. Ja, dat was. Haarzelf wegcijferen. Dat was het issue, hè? Ja. Ja. En wij hebben, wat dat betreft, hebben wij ook die druk niet op haar gelegd. Nee. Ze is zoals ze is. Heb je dan wel eens als vader dat je denkt bij keuzes van Eva of Zoe, dat je denkt, nou, ik snap er helemaal niks van wat jij nu gaat doen, maar ik ga er maar achter staan, want je zal het nodig hebben? Ja, soms dan. Kleine of hele grote dingen, grappig of niet grappig. Ja, nou ja, soms dan denk je van, nou ja, het is een keuze van haar. Ja. Het is haar invulling. En, ja, en misschien dat door haar bril in die situatie dat je het zo moet zien. Heb je voorbeeld? Nou ja, ik bedoel, de publiciteit rondom Eva natuurlijk is natuurlijk wel een dingetje. Ja. Maar ik kan me wel vinden in haar situatie. Dat ze zegt van, nou, in eerste instantie hadden wij Instagram, zeg maar, opengezet voor de familie. En ja, vervolgens werd het werd het groter omdat ze meer mensen wilden informeren. Had ze wel gevraagd van, pap, vind je dat goed? En ja, ik zei, nou ja, pres, doe maar. Maar ja, toen op een gegeven moment ging het van klein naar groter, groter, groter. En nu is het gigantisch. Ja. Ik wil weer een fragmentje erbij halen. Dat zijn Eva over haar wens voor de uitvaart. En een gesprek met jou, John, over de hoop dat het nog goed komt. Ja. Hier heb je de muziek. Ik weet al veel meer dan de mensen om je heen inmiddels nu. Ja, want alle mensen om me heen, weet ik nog niet, Matthijs wel, maar soms heb ik het er ook gewoon over. Maar gisteren ging dus nog wel eentje de muziek erbij het typen, maar dan zet ik zo'n liedje op, ja, dan ga ik janken. Hè? Ja? Dat komt niet goed, nee. Ja. Dan zie ik, want ja, omdat ik dus een beeld heb, dan zie ik dat ze gewoon voor me. En dan zie ik mijn schoonmoeder en mijn moeder en iedereen huilen. En dat vind ik dan wel heel heftig. En vooral Matthijs, die, oh, als ik daaraan denk, dan breek ik echt mijn hart. Ja. Als jullie hier zo afgelopen zomer met z'n drieën aan tafel zitten in de tuin, staan jullie dan vaak bij stil dat het misschien wel de laatste of een van de laatste keren kan zijn? Nee, eigenlijk niet. Tenminste, ik niet. Ik wel. Ik denk dat op veel momenten van dat niet de laatste keer, maar dat dit wel een keer stopt, het samen zijn. Ja. En ik heb dat helemaal niet. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat voor mij is er nog hoop. Ik heb nog hoop. Ik hoop dat er iets gebeurt waardoor zij overleeft. Ja. Je eigen kind de uitvaart horen bespreken en zien bespreken. Dat is natuurlijk ook in de uitzending geweest. Hoe is dat? Ja, dat is intens. Ja. Maar dan, ja, van de andere kant is het ook wel weer mooi dat ze dit voor zichzelf zo kan inrichten. En alles probeert om iedereen te ontzorgen. Want dat is haar grootste ding. Wat ze dan voor ons neerzet. Maar ik kan me voorstellen als je in een fase bent dat je bezig bent met je overlijden. Dat je dan op die manier probeert om alles en iedereen om je heen zo min mogelijk zorgen mee te geven. En dat je dan voor jezelf een draaiboek maakt. Wat eigenlijk gewoon klinkt als een klok en gewoon klaar is. Ja. En, Eva is dan wel iemand die ook tot op de puntjes toe, zelfs wie wel op welke stoel gaat zitten. Ja, dat viel mij ook op, ja. Dat is echt ongekend. Ja. Dat is echt, ik vind dat er gaat helemaal nergens over. Want ik zeg, Eva, die mensen gaan gewoon zitten. Ik zeg, maar heeft ze dan met jou ook besproken, pa, jij zit daar? Ja, dat bespreekt ze dan wel. Ja. Niet helemaal in detail, want dat hoeft voor mij ook niet. Maar sorry, ik vind het prima. En
bedoel, het is haar ding. En ja, dat vind ik het belangrijkste, dat het dan voor haar klopt. En af en toe dan zeg ik wel eens van, nou, het hoeft echt niet zo groot te zijn als jij het wil hebben. Maar ja, goed is goed, hè? Ja. Dus, maar ja, het is en blijft een heftig iets. Je hebt het al meegemaakt, John. Ja. Ja. Maar ja, dat hele, de hele uitvaart en alles eromheen, dat heeft Joey allemaal zelf geregeld. Ja. Dus wij mochten ons nergens, maar dan ook nergens mee bemoeien. We zijn wel meegegaan naar het bespreken van brekers, waar ze het Vier Mijn Leven feest. Dat mochten we dan wel. Ja. Maar de uitvaart, nee, dat heeft ze inderdaad. Ook, wij mochten ook die kosten niet dragen. Hoe heeft ze dat dan gedaan? Ja, ze heeft een crowdfunding gedaan. Oh, die crowdfunding gedaan. Heeft ze gedaan, ja. Ja, ze heeft een crowdfunding gedaan. Maar joh, ik zei het tegen elkaar, waarom ga je nou een crowdfunding doen? Je vader en moeder, die kunnen dat best wel betalen. Ja. Nee, zegt ze, ik wil pertinent niet dat jullie... Nou, nu je het zo zegt, dat is eigenlijk nogal wat. Ja, dat je dan zegt, dat heeft ze helemaal zelf geregeld. Het is echt... Onder geen beding wilde zij een last onder zijn. Onder geen beding. Nee. Nee. Ook financieel dan niet? Nee. Een last tussen aanhalingstekens? Ja, nee. Nee, wij zagen dat niet als een last. Nee, maar, daarom. Ja. Maar goed, weet je... ook de dingen die ze daarvoor allemaal... de uitnodigingen en dat soort zaken. Dat... Maar hoe vond je dat? Want dat ontneemt jou ook een beetje een stukje... om een bijdrage te kunnen leveren. Misschien wel over sturing. Of... Ja, maar goed, aan de andere kant... het is wat Ralf net zegt over Eva. Ze was natuurlijk volledig in control. Ja. Ze wilde gewoon alles zelf regelen. En ja, ze wilde eigenlijk ons zo min mogelijk daartoe tot last zijn. Maar is dat nou... fijn of misschien trotsmakend om te zien dat je kind dat doet? Of is het dus ook een beetje... het ontneemt jullie als vader een stuk bijdrage en grip op de situatie? Het is trotsmakend, vind ik. Ja. Ik ben ontzettend trots hoe zij dat soort dingen allemaal geregeld heeft. Ik denk dat ze ook het laatste stukje regie nog willen hebben van het leven... waarin ze dingen kunnen regelen. Dat is wat jij zegt. En dat ze daarmee kunnen aangeven van... ik kan het gewoon. Ik kan het gewoon. Waarom word ik hier van deze aarde afgehaald? Ik kan gewoon, bij wijze van spreken, nog gewoon mijn ding doen. Ja, op mijn ziekte heb ik geen grip. Ja. Maar op het andere wel. Precies, ja. En dat heeft ze ook gezegd. Daar is ze ook heel eerlijk over geweest. Over dat dit nog door haarzelf geregeld kon worden. Dat vond ze heel fijn. Ik vraag me vaak af waar je begint met accepteren dat je kind doodgaat. Dat hebben jullie op een punt moeten gaan doen. We hoorden net dat fragment. Daar stel jij het eigenlijk nog een beetje uit, toch? Ja, ik heb dat fout gedaan. Ja, vind je als dat? Ik hard oordeel. Ja, dat is wel een hard oordeel. Maar dat is wel een terecht oordeel. Want ik heb... in principe heb ik Mayo ook tekort gedaan met het blijven ontkennen dat mijn kind zou komen te overlijden. Ja, je had heel erg de hoop, wordt wel iets gevonden. Dat was voor mij ook een beetje lijstbehoud. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, Mayo kon er met mij niet over praten omdat ik het niet wilde horen. Maar kon jij anders? Op dat moment niet. Nee, toch? Als ik het nou over had mogen doen... Ja. Dan had ik dat wel anders gedaan. Kijk, Zoe die zag ons verdriet, uiteraard. Ja. Maar Zoe mengde zich niet in de verstandhouding tussen Mayo en mij. Nee. Dat wilde ze ook niet. Nee. Dus, en juist Mayo, achteraf, zocht eigenlijk meer hulp bij mij. En ik had die hulp niet, omdat ik voor mezelf, ter zelfbescherming, zoiets had van, ja, maar mijn kind gaat niet. Mijn kind overleeft. En achteraf jij dacht het echt, hè? Ja, of in ieder geval, je hield jezelf voor. Daar was ik 200% van overtuigd. Ja, ik vond het ook opvallend, ja. En achteraf gezien heb ik Mayo daar mee tekort gedaan. Ja. Zoe niet, want nogmaals, Zoe die was met zichzelf bezig, maar Mayo wel. En dat vind ik... Daar heb ik achteraf wel heel erg veel spijt van. Heb je spijt van echt? Ja, heb ik echt spijt van, ja. Het klinkt ook... Het is ook een koude grondoordeel, maar het klinkt als weinig compassioneel voor jezelf eigenlijk. Ik bedoel, je bent vader en je kind gaat dood. Ja. Wat doe je dan? Toch? Je kan alle kanten op. Is er dan een goed en fout in? Ja, nou ja, goed. Dat is het, hè. Goed en fout. Wat is goed en fout? Ja, daarom, Maar ik heb... Laat ik het zo zeggen. Misschien is het niet fout geweest, maar ik heb er wel Mayo tekort bij gedaan. Oké, Dat is al milder. Dat is milder. Ja, dat is milder. Ja.
Akkoord. Ja. En weet je dan het moment nog dat je... Want het is bij jou dan aanzienlijk later geweest dan bij Mario... of bij misschien andere mensen uit jullie omgeving... dat je dacht, shit, ja, het gaat toch gebeuren. Daar gaat ja, dat ze. Was toen ze die spirale katheter in de rug kreeg... vanwege de pijn in de longen. En hoe ver voor haar overlijden was dat? Dat was januari. Dus dan hebben we het over een week of zes. Zes, zeven. Ja. Maar dat is echt heel kort erop. Ja, toen, zij werd naar het ziekenhuis vervoerd. En nog op dat moment dacht ik van, weet je. Er is een oplossing. Ja. Weet je. En Zoe, die heeft dat zelf ook nog even aangehaald. Dat zij bij de oncoloog zat. En de oncoloog had altijd een plan B of een plan C. Maar dit keer was er geen plan B en C. Nee, dat herinner ik me, ja. En toen nog had ik zoiets van, nou, weet je, het gaat goed komen. Maar toen ze die pomp kreeg met die vloeistof, toen had ik zoiets van, nee, dit gaat niet goed. Hoe was dat moment? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat was een verschrikkelijk moment, ja. Dat heb je gewoon heel lang uit kunnen stellen dan? Ja, ik zeg je echt, ik had onder een steen willen kruipen. Op dat moment dacht ik van potverdorie, weet je, nou gaat het echt gebeuren. En op dat moment had ik ook voor mezelf, heel duidelijk de conclusie getrokken van, ik heb Mario hier zo mee tekort gedaan. Oh, dan komt er veel op je af. Ja. Och man, ja. 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 Lijkt me eenzaam moment ook. Ja, dat was ook een eenzaam moment. Ja. Ja, dat was ook een eenzaam moment. Want ik kan me nog herinneren dat ik naar huis reed. En ik had het heel erg moeilijk. Ben je toen begonnen met huilen? Want dat duurde eventjes. Ja, toen is die deur open gegaan in mijn hoofd. Ja, dat klopt. Toen is er wel het een en ander losgekomen. Ik heb het jou wel eens gevraagd na haar overlijden. Kan je al huilen? Toen zei je, ja, dat kan. Maar ik heb eigenlijk nooit gevraagd wanneer. Maar dat is om... Toen. Toen. Ja. Maar dan hebben we het inderdaad dus over 6-7 weken voor haar overlijden. Ja. 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 Dat is laat. Ja. Nou, ik heb daar geen oordeel over. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Van, ja. Dat, ja, ja. 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 Ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Herken jij dingen, Ralf? Ja, niet zo in hoedanigheid natuurlijk met John omschrijft. Maar het is natuurlijk voor mij in een situatie met Eva. Ik zeg altijd maar, we zitten op een trein en er is geen afstappen mogelijk. Nee. Heb jij geaccepteerd dat Eva doodgaat? Geaccepteerd? Ja, ik kan voor mezelf niet zeggen niet ja, niet nee. Want het is een heel moeilijk iets om te zeggen van ja, ik heb het geaccepteerd. Maar ik vind wel, zoals ik er tegenaan kijk... Ieder persoon gaat een keertje dood. Alleen de situatie dat het nu zo jong is, vind ik gewoon verrekte moeilijk. En dat is een van de vervelendste dingen die je dan meemaakt. Maar ja, er zijn ook mensen, wat ik al eerder heb een keer aangegeven, van er gaat een deurbel en dan staat er iemand op de stoep met een uniform en dan komen ze zeggen van je dochter of zoon is dood. Ja. En in dit geval is het zo van je kunt op een gepaste manier afscheid nemen. Ja. En dat vind ik wel een van de waardevolste dingen, zeg maar, die ik dan in deze hoedanigheid voor mezelf kan ervaren. Ben je al afscheid aan het nemen? Ik denk het wel. Ja, hoe doe je dat? Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk wel voor mezelf dat ik op een gepaste manier afscheid neem. Maar ik ben ook iemand die probeert zelf op te lossen, maar niet altijd lukt. Maar in ieder geval, dat zit wel in mij. Maar ik denk wel dat ik in mijn achterhoofd aan het afscheid nemen ben, ja. Ja, en zelf oplossen, wat betekent dat? Nou, dat ik, net wat ik eerder zei, van dat ik dus hulp heb ingeschakeld. Omdat ik voorheen probeerde ik alles zelf te fixen. Ja. U zijn allebei praktisch, hè, daarin ook. Ja. Ik wil het bespreken met een derde gast. Dat is Ed, de vader van Daan uit seizoen 7. Ik heb nu wel echt zin in een pannenkoek. Pannenkoek? Ja. Maar ook vind jij het lekkers? Nou, ik denk uiteindelijk toch altijd weer gewoon met stroop of poedersuiker. Ja, gewoon naturel pannenkoek. Ja, of misschien met appel of zo. Appel? Ja. Wij eten dat met spek. Ah ja. Vind ik niet vies, maar als ik een pannenkoek wil, dan ga ik eerder voor zoet, denk ik. Ja, ik raak snel uitgekeken op die zoete. Zo,
Dat is wel mooi, man, hier. Ik denk wel dat mensen het heel leuk gaan vinden als ze ons samen horen praten. Oh ja? Ed, welkom. Ja, dankjewel. Ja, we zitten met z'n vieren aan tafel nu. Ja. Voor de mensen die, nou, of mensen die hem juist wel herinneren. 6 jaar geleden overleed Daan. Ja. Hij is gevolgd door Valerio en Over Mijn Lijk. Mm-hmm. Misschien even vanuit de ogen en het hart van de vader. Wat was Daan voor jongen? Wie was hij? Ja, ik heb uiteraard net met interesse meegeluisterd naar de verhalen over Eva en Zoe. En dan merk je wel dat het een hele andere... Ja, dat is bij ons heel anders gegaan. Ja. Daan was 17. En echt een jongen die nog volop leuke dingen wilde blijven doen. Ja. Ja, hij heeft er eigenlijk... dat erover praten en ermee bezig zijn, dat had hij helemaal niet. Hij is 20 geworden. Hij is uiteindelijk een week na zijn 20ste verjaardag overleden. Ja, ja, klopt. Ja, en... Dat is wel heel verschillend. Dus ik probeer me in te leven in jullie verhaal. Ik merk ook meteen dat ik denk van ja, dat is bij ons heel anders gegaan eigenlijk. Vertel daar eens wat over als je wil. Ja, nou ja, John vertelde net over de rouw. Hè, dat hij daar natuurlijk nu nog helemaal aan het begin van staat voor zijn gevoel. En het gekke is dat ik dat vanaf het moment dat ik heb gehoord dat Daan ziek was en dat hij ging overlijden, zat ik daar meteen middenin. Ja, ik was helemaal in paniek en verdrietig en boos en alles tegelijk. En daar kon ik geen kant mee op. Want ja, Daan had zelf zoiets van, ja maar jongens, ik ben er gewoon nog. En we gaan er nog wat leuks van maken. Die accepteerden het wel meteen zelf. En dat maakte voor mij ook dat ik dat ook meteen gedaan heb. Maar met die acceptatie komt ook de rouw. Tenminste, dat gevoel, als ik het met jullie vergelijk dan wat jij net vertelt, van het moment dat je accepteert... Dat je kind overlijdt, dat je dat toelaat, dat je dat moet accepteren eigenlijk. Daarmee komt ook de rouw. En dat was bij mij meteen al. Ja, meteen. Ik zat er meteen in. Ja, ja, bam. Ja. Ja. En het moeilijke was dus dat hij dat zelf niet had, hè, op die manier. Hij wilde er niet diepzinnige gesprekken over voeren of zo. Hij wilde gewoon met zijn vrienden leuke dingen doen. Ja. En, we hebben met elkaar ook heel veel leuke dingen gedaan, maar wel... Ja, vanuit die wetenschap dat je het moest doen, omdat het op een bepaald moment afgelopen zou zijn. Hoe is dat nu, 6 jaar later? Welke fase zit je dan? Ja, nou ja, de scherpte en de pijn en het paniekgevoel en dat je er geen kant mee op kan, dat zakt zeg maar weg. Dus het echte verdriet, daar gaan de scherpe kantjes af. Maar het missen blijft gewoon echt, dat blijft de rest van je leven. Dat weet je. En dat komt, het ene moment komt dat gaat in golven, weet je. Er kan een periode zijn dat je veel aan hem denkt en dat je hem heel erg mist. Maar ook periodes dat je best wel ongedwongen leuke dingen kan doen, op vakantie kan gaan of John die zei net ook, dan had je eventjes niet aan Zoe gedacht. En dan dacht je, oh, ik heb niet aan Zoe gedacht. En dan voel je je schuldig over. Hoe vormt dat zich? Want de scherpe randjes gaan er vanaf. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de pijn minder aanwezig wordt, dat Daan ook minder aanwezig is. Nou, dat is. Ik moet zeggen dat het fijn is, hoor. Dat die heftige pijn en emotie, dat wat afvlakt, zeg maar, met de jaren. Dat, ze zeggen dan wel eens, ja, als je eerst maar eens een jaar verder bent, hè, dan heb je kerst zonder en verjaardag, maar zo werkt het niet. Nee. Weet je, er zijn absoluut geen maatstaven of regels voor. Weet je, en het voelt voor iedereen anders. Het klinkt misschien heel gek om dat te vertellen, maar ik heb na de dood van Daan niet meer om hem gehuild. Ja, dat klinkt heel raar. Nee, nou. Ik heb dat juist, dat heb ik allemaal in het begin gehad, toen ik vanaf het moment dat ik hoorde dat hij dood zou gaan. En toen zat ik al, mijn zoonzusje heeft het gelukkig toen goed benoemd naar mij, want ik denk, hoe kan dit nou? Maar die zegt, van, ja, maar jij zit gewoon al in, jij bent al aan het rouwen, je bent je kind al aan het verliezen. Fascinerend, jullie doen dat alle drie heel verschillend. Hè? Ja. Dat vond ik ook opvallend, hoor, toen ik het van jullie hoorde. Ja. Ja. Maar dat komt ook omdat we hadden het gesprek gehad met de arts die vertelde aan Daan. En daar waren wij natuurlijk bij van je bent ongeneeslijk ziek. En daar zei zelf toen meteen, oh dus ik ga dood. En dat was heel direct daarin, ook de oude leeftijd denk ik, maar ook hoe die was. En zegt hij dat klopt. Nou, hoe lang duurt dat dan nog? Nou, dat zou dan ergens tussen een jaar en 2 jaar zijn. En zegt hij... We liepen naar buiten en dat weet ik nog heel goed. Hij heeft 2 dingen gezegd. Het eerste was, ik heb altijd geweten dat ik niet oud zou worden. Toen was hij 17, hè, dus ik begrijp daar niks van dat hij die gedachte had. En het tweede was, voor jullie is het erger dan voor mij.
En ja, ik was in paniek in mijn hoofd. Denk, wat bedoelt hij? Dat heb ik ook gevraagd. Ja, zeg maar, ik ben er straks niet meer, maar jullie moeten de rest van je leven, gaan jullie mij missen? Ja. En ik vond het wel twee hele, hele opvallende, maar ook wel wijze uitspraken voor iemand van zijn leeftijd. Ja. Maar ik, ja, dat heeft ook voor mij meteen gemaakt dat ik dat het, ja, dat confronterende, dat ik meteen die rouw eigenlijk al inknalde. En, ja. En daar heb ik dus ook hulp bij gezocht, net als dat wat jij gedaan hebt. Dat is ook heel goed. Ja, die man zei trouwens ook van ja, hij zegt, dit is wel iets heel heftigs. Daar heb ik geen ervaring mee, maar we gaan het samen proberen. Of ik je kan helpen. Ja. En gewoon erover praten, eigenlijk wat we nu ook doen. Ja, dat helpt mij wel. Ik ben een deler en dat kon ik thuis wat moeilijker kwijt. Dus voor mij was dat wel een hele grote hulp, ja, om erover te kunnen praten. En ook, ja, ook wel dingen te kunnen uitspreken, die gedachten die je hebt, gevoelens die je hebt. Want kun je zo'n gedachte of gevoel delen waarvan je denkt dat het heb ik thuis nooit geuit of tegen gedaan? Ja, het is een intieme vraag, daar ben ik me bewust van. Ja. Nou ja, waar ik heel erg mee gestruggeld heb, is dat ik wel momenten heb gehad dat ik dacht, dat is heel moeilijk om dat uit te spreken, maar dat die onzekerheid is gewoon heel slopend eigenlijk, dat je niet weet wat er gaat gebeuren, gaat die pijn krijgen? Hoe lang duurt het? Hoe moet dat allemaal? En vanuit die onzekerheid, die is zo slopend, dat ik wel eens de gedachte heb gehad van nou, ik wou maar dat het voorbij was. Oh ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te zeggen, want je wil niks liever dan dat je kind gewoon oud wordt en niet doodgaat. Maar dat vond ik heel moeilijk om dat uit te spreken. Dat heb ik toen bij die man gedaan. Daar was ik ook heel emotioneel over. Want ik denk, ja, dat mag je niet denken. Hè. Ik vond het een rare gedachte van mezelf. Ja. Maar die zei meteen van, oh nee, maar dat kan ik heel goed begrijpen. En daardoor heb ik het met mevrouw er later ook over gehad. Oh ja, zegt ze, maar dat snap ik wel. Dat heb ik ook wel eens. Ik denk van, poeh. Ed, je haalde het net al even aan over wat het misschien doet met het partnerschap als je kind ziek wordt en doodgaat. Hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, wat ik net al zei, ook een beetje. Ja, de ene mens is ander dan de andere. En ondanks dat je al in ons geval dan 20 jaar een hele fijne relatie hebt, ja, is dit zodanig heftig dat je dan in extreem is, zeg maar, toch gaat merken dat je verschillend bent op bepaalde gebieden. En daar moet je elkaar wel in blijven vinden. Dat is wel heel belangrijk. Hebben wij ervaren dat je elkaar ook de ruimte gunt om het op je eigen manier te doen en om het te verwerken en het accepteren of niet accepteren. Ja, ik heb dus in tegenstelling tot jullie wel de hele uitvaart, we hebben het wel samen gedaan, maar ja, ik heb daar wel de regie in genomen. Oh ja. Voor een tekst voor op de kaart en in de krant en gesprekken met de uitvaartverzorger. Want ja, op dat moment vond mijn vrouw en mijn dochter dat allemaal weer veel moeilijker. En die waren op dat moment heel verdrietig en in die rouw, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk de situatie waar je even misschien niet op dezelfde frequentie zat. Mm-hmm. Ten goede uit laten pakken van Gelukkig wel, ja. Ook omdat ik die hulp gezocht heb. Want ik heb ook wel best wel een tijdje gedacht van hoe kan dat nou? Dat jullie niet in paniek zijn, dat jullie niet verdrietig zijn. Waarom heb ik dat alleen? Hoe kan dat nou? Ja, dat is gewoon omdat je anders bent. En, John, dat zeiden we al. Dat het daar ook niet altijd sync liep, zeg ik dat dan eerbiedig? Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, Mario en ik zijn door zo'n ziekte heel erg dicht bij elkaar gekomen. Ja. We hadden al een hele fijne, goede relatie met elkaar. Het enige waar ik me dan schuldig over voel, is dat ik niet mee ben gegaan in de acceptatie dat ze zou komen te overlijden. Maar verder, wij zijn alleen maar dichter bij elkaar gekomen. Ja. En dat is heel fijn. En dat is ook, ik weet 200% zeker dat dat voor Zoe ook heel fijn is geworden. En is dat zo gebleven? Ja, het is een intieme vraag, hoor. Dat is zo gebleven. Je hoort ook wel eens na het overlijden van een kind. Nee, helemaal. Bij ons gelukkig ook, hoor. Ja, we zijn uiteindelijk daar gewoon ook wel heel blij over. Nee, bij ons is dat ook. Onze relatie is er sterker door geworden. Ja.
Maar ik kan wat jij zegt, Tim, dat natuurlijk die gedachte heb ik ook gehad. En dat hoor je ook vaak. Dat inderdaad dan, of in zo'n proces of daarna uiteindelijk partners ook uit elkaar, ouders ook uit elkaar gaan. Dat snap ik wel dat dat gebeurt. Hè, door wat je zelf meegemaakt hebt. Dat is bij ons gelukkig niet aan de orde geweest. Komt zoveel druk op te staan ook? Door de druk en door, omdat je zo verschillend soms kan zijn. Ja. En wat John net zegt, van ja, weet je, dat accepteren is dat bij jou... Het dingetje, zeg maar, waar je nu schuldig over voelt. Maar dat kan ook maken dat je in zo'n periode uit elkaar groeit. Ja, hè? Zeker. Snap het. Ja, bij mij is het natuurlijk zo. Ik heb een ex-partner, Suzanne. Andere situatie. Ja, een andere situatie. En daarin moet ik zeggen, wij proberen natuurlijk dingen wel af te stemmen. Ook met de kinderen om nog eens een keer... een keer gaan uit eten. En als we daarin situaties hebben die we kunnen bespreken... moet ik zeggen dat de bestandhouding gewoon prima is met Suzanne. Maar ik zou ook kunnen denken... je hebt dan een relatie met iemand... Mm-hmm. En jouw kind gaat dood. Ja. En haar kind niet, even plat gezegd. Ja. Dat kan de boel ook weer onder spanning zetten. Maar dat is niet het geval. Nou, het zet het niet onder spanning. Maar ik merk wel dat ik af en toe even ook een moment voor mezelf nodig heb. Ja. In bepaalde situaties. En die ruimte, die geeft ze me dan ook. Dus dat is dan ook prima. En dat is alleen maar fijn om zo te mogen ervaren. Maar ik kan me voorstellen dat er ook gezinnen zijn die dan inderdaad uit elkaar groeien. En dan waar de vader of de moeder het niet meer ziet zitten om verder te gaan. Ja. Want het is en het blijft net wat je zegt, hè, een situatie die je zelf moet gaan verwerken. En het is fijn als je met elkaar op één lijn zit. Maar ik kan me voorstellen dat het in sommige gevallen niet het geval is. Die lijn moet je wel eens zoeken. Ja. Die verbinding is er natuurlijk door het kind wat je verliest. Is die verbinding ook heel sterk. Alleen de manier hoe je ermee omgaat is... Ik denk zelfs dat... en dan praat ik meer in de gedachtenis van Zoe... Ik denk dat Zoe het verschrikkelijk gevonden zou hebben als Mario en ik uit elkaar gegroeid zouden zijn. Ja, tuurlijk. Ja, dat weet ik zeker. Ik bedoel, het feit dat wij dichter bij elkaar gekomen zijn in haar hele ziek zijn, dat heeft denk ik alleen maar ertoe bijgedragen dat zij toch daardoor ook meer energie en meer kracht heeft. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Dat kostte haar in ieder geval geen energie of stress. Nee, of, dat is correct. Nee, dat begrijp ik. Ja. Komt er niet een moment dat je denkt, laat het voorbij zijn. De druk, de stress, de pijn. Alles wat het meebrengt. Maar dat gaat tegen alles waarvoor je staat. Exact. Ja. Ik heb een fragment. Dat is ook een pijnlijk fragment. Want daar vraagt Valerio aan Daan hoe oud hij is geworden op zijn verjaardag. Mm-hmm. Dat weet Daan op dat moment niet. Nee. En jij vertelt dat hij overleden is. Laten we even luisteren daar. Ja. Kosten nog moeite worden gespaard om Daan een sublieme laatste verjaardag te geven. Want één ding is duidelijk, Daan heeft niet lang meer. En het is ook maar de vraag wat hij meekrijgt van de dag. Met zijn, zoals zijn vader het zegt, gecrashte harde schijf. Hoe is het? Ja, best. Feestelijke dag vandaag. Ja. Weet je ook waarom? Ja, ik denk, ik test het even. Waarom dan? Wat is er aan de hand? Oh, je bent jarig. En hoe oud ben je geworden? Ja, dat twijfel ik dus over. 19 of 20? 20. Daan, gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd, Pik. Gefeliciteerd. Dank je. Na zijn verjaardag heeft Daan nog twee mooie dagen thuis. Maar aan het eind van de tweede dag gaat het mis. Daan krijgt meerdere epileptische aanvallen. Zijn lichaam kan het niet meer aan. En Daan valt in een diepe slaap. 4 uur, 's nachts. Kokkie heeft mij om 2:30 wakker gemaakt. Samen gekeken. Daan was overleden. Het is goed zo. En ja, hij heeft geen pijn gehad. Hij is eigenlijk gewoon rustig weggegleden en ingeslapen. Dag Daan. Ja, twee dingen vallen mij op. Het eerste hebben we eigenlijk al een beetje besproken. Dat is de kalmte waarmee jij vertelt dat Daan overleden is. En volgens mij heb je dat eigenlijk net ook... Voor zover je kunt zeggen dat kan natuurlijk... Het woord mooi is heel raar, maar het was thuis. Ja. Hij heeft op een gegeven moment, toen hij was op een woensdagjarig, op een vrijdag... heeft hij zo'n epileptische aanval gekregen waar hij eigenlijk niet meer uit vandaan is gekomen.
Vanaf dat moment heeft hij bij ons thuis in de kamer gelegen. En wij waren er uiteraard allemaal dan een aantal dagen nog bij. Want het heeft nog best lang geduurd. Zijn hart was gewoon sterk en jong en krachtig. Ja. Maar dan is het gewoon wachten tot het moment dat hij overlijdt. En dan, dat kan ergens tussen een dag en een week duren. Dat heeft uiteindelijk 5 dagen geduurd. En dus dan ben je natuurlijk gedurende die dagen meerdere momenten verdrietig. Maar op het moment dat het dan gebeurd is, dan moet je er vrede mee hebben. En we hadden zo'n cameraatje thuis. Ik denk van op dat moment is er natuurlijk geen cameraploeg of wat dan ook bij. Ja, ik weet niet waarom ik dat toen gedaan heb, hoor. Dat is ook weer zoiets van, er is geen goed en fout. Ik dacht, ik moet het vertellen. Dat doe je dan. Vertellen dat Daan overleden is. Ja, begrijp het. Dat is toch mooi? Ik vind dat mooi. Ja, ja. Misschien wel. Aan de andere kant, ik heb later ook wel eens gedacht, is dat nou iets wat je op dat moment blijkbaar doet? Ja, ik wel. Ja. Dus maar dat is ook weer vanuit dat delen wat ik net vertelde. Ja. Dat ik het dus gewoon fijn vind om erover te praten, om dingen te delen. Ja. Het andere wat me opvalt is natuurlijk dat Daan niet helemaal meer is op dat moment. Klopt. Ik heb dat ook even zitten kijken. Hij heeft ook minder notie van wat er speelt. Hij weet zijn eigen leeftijd niet meer. Dan ben je ook al je zoon voor een deel kwijt. En als ik heb zo natuurlijk een week voor haar overleden ook gesproken. Het was ongeveer een week, hè? Ja. Ja. Die glashelder. Ja. Tot het laatst. Tot het laatst. En dat is echt een verschil. Maar dat betekent ook dat je al eerder echt al afscheid van je zoon in de hoedanigheid zoals je hem kent hebt moeten nemen. Ja, ik heb, dat zijn ook weer van die fases. Ik vertelde net al dat ik vanaf het moment dat ik hoorde dat hij dood zou gaan, heb ik ook al voor een deel afscheid genomen door die rouw die ik op dat moment al voelde. Maar vervolgens 2,5 jaar heeft hij nog geleefd, hebben we echt nog wel heel veel leuke dingen kunnen doen. Maar het verschil is natuurlijk dat hij een hersentumor had en dat drukt in zijn hoofd. Hè. Hij had wel vochtafdrijvende medicatie, maar op een gegeven moment werkt dat niet meer. Dan gaat dat zo erg zodanig drukken in je hersenen dat je ook dit soort dingen krijgt. Dat je gewoon niet meer weet eigenlijk. Ja, dat is hartstikke leuk dat al die mensen er zijn, maar waarom precies? Hij heeft meerdere uitspraken gedaan. Hij was er zelf heel vrolijk onder, dat wel. Maar we hadden geen... Ja, ik had me voorgesteld dat we op zo'n sterfbed, zeg maar, hè, in de laatste fase van zijn leven, dat we nog gesprekken zouden kunnen hebben. Dan gaan we dat nog wel doen. Ja, want dat is gedurende die 2,5 jaar niet echt gebeurd. Daar stond hij zelf ook niet open voor. Dus dat vond ik daar wel jammer aan. Zeg maar, dat we hem eigenlijk wel heel langzaam ook al een beetje kwijt waren. Dat je niet echt meer... niet echt een goed gesprek kon hebben over... Ja, hoe die er zelf in stond op dat moment. En, Hoe is dat bij jou, Ralf? Doe je dat met Eva? Of heb je daar ideeën over of angsten bij? Soms dan probeert ze erover te praten. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk, denk ik. Want dan vermijdt ze het. En dan gaat ze het weer vrolijk verder over andere dingen waar ze dan mee bezig is. En ik denk ook dat het in het proces zit. Maar ik kan je wel nog adviseren. Als je dat wil, zou ik dat wel dat moment een keer bewust zoeken. Ga ik lekker samen eten of whatever. Ja, onlangs een tijd geleden zijn we een keer naar de Beekse Bergen geweest. En toen hebben we daar een vader-dochter overnachting gedaan. Daar had ik de DVD-recorder meegenomen van de filmpjes van vroeger. En die heb ik toen vervolgens aan haar kunnen laten zien. Hoe was dat? Dat was echt wel intens mooi, moet ik zeggen. Als ik dan terugkijk en daaraan denk. Elkaar ook? Zeker. Ja. Fijn. En dat is echt wel een heel mooi moment geweest ook. Dat ik even weer terug kan kijken van dat is tof. Dat we met z'n tweeën hebben kunnen doen. Ze wil nog een keer naar Texel. Maar dat is ook geen probleem. Die wil nou naar Texel. Ja, daar woon je Ik zit er een stap in de overgaan. Ik snap het wel, hoor. Er is een lift hier aanwezig, toevallig. Even wil dan alles geregisseerd hebben, weet je wel. Precies zoals het eruit komt. Ik hoop nog wel dat ik dat met haar kan doen. Dat gaan we zien. Maar in ieder geval... Wat ik wel met Daan nog gedaan heb de laatste zomer. Hij is dan in augustus overleden, een week na zijn verjaardag. Toen zijn wij zelf uiteraard niet meer op vakantie geweest, gewoon thuis gebleven. Ik heb nog een andere motor gekocht, daar was hij wel gek van. Dus we zijn met z'n tweeën wel af en toe een rondje over het eiland gemaakt en ergens eventjes wat gedronken. Maar dan
ging me zitten plagen. Dan zei hij al, ja pap, wat dacht je? Even een vader-zoon momentje, weet je wel. Ja. En, dat voelde hij natuurlijk ja. wel. Maar ja. voor de rest werd er geen gesprek gevoerd of zo. Nee. Oh, ja. Maar dat was voor mij ook wel genoeg eigenlijk op dat moment. Ik denk, ja, hij voelt het ook zo. Het sluit aan bij een vraag die iemand heeft ingestuurd. Marloes, die vraagt eigenlijk een beetje aan John Ed. Je hebt de DVD-recorder aangezet. Als je mijlpaal / herinnering zou mogen herbeleven samen, welke zou dat nou zijn? Is er iets wat er op repeat in je hoofd speelt? Dat je denkt, kon ik dat wel een keer voelen met Zoe? Ja, onze momenten, wij zijn 7 keer achter elkaar zijn wij in Florida op vakantie geweest. En Zoe die voelde zich heel erg thuis in Florida. Dat was eigenlijk haar tweede thuis. Ja. Zij wil ook haar as uitgestrooid hebben, een deel van haar as uitgestrooid hebben in Miami. Op een plek waar we eigenlijk heel veel tijd doorbrachten. Met Cubaanse muziek en ja, dat wil ze heel graag. Dus dat gaan we ook gewoon aangeven. Ja. Dat heeft ze dus ook weer zelf geregeld, ja. dat wij dat moeten doen. Dat voelt bijna als een stukje herbeleven dan. Ja, ja. Dat is zeker ook waar, ja. Ja. Ja, ja, ja. Die momenten, dat zijn niet alleen de enige geluksmomenten hoor. Want wij hebben Zoe van het begin af aan, werd daar tegen gezegd van, dat zij altijd hard moest werken voor de school. En uiteindelijk heeft ze, dat weet je, haar HBO-studie bijna afgerond. Die kwam, de diploma kwam binnen toen ik op de rand van haar bed zat, de precies, sterfbed. Ja, ja dus en ook dat zijn voor Zoe, waren dat, en voor ons ook, waren dat geluksmomenten. Omdat ze een lange nazen naar een heleboel mensen kon uitsteken. Van jullie hebben altijd gezegd, maar... Zie hier. Ja, ja, ja mooi. En dat zijn dat mooie momenten. Ja. Ja. Jij maakt ze nog, hè, de herinneringen met Eva Ralf. Ja, dat probeer ik wel, ja. Ja. Het is natuurlijk, gezien haar fysieke gesteldheid, is het natuurlijk niet altijd even makkelijk om daar een invulling aan te geven. Maar we zijn wezen parachute springen. En dat was wel een intens mooi moment. Want de prognose werd gesteld van, het is ongeneeslijk ziek. En twee weken later, toen zei ze, pap, ik wil nog één ding doen. Ik zeg ineens, parachute springen. Ik zei, dat gaan we regelen. Ja, dat kan dus, ook op Texel. En toen zijn we naar Zeeland gegaan. En hebben we daar vervolgens parachute sprongen. En mijn andere dochter, de jongste dochter en mijn zoon was ook mee. En toen zijn we met z'n vier uit het vliegtuig gesprongen. En dat was wel een heel gaaf moment. Fijn. Mooi, dat was echt intens. Ja. Wel verdrietig toen we beneden waren. In zoverre dat je dan echt beseft hebt van, ja, dit kan wel eens ooit de laatste keer zijn. Maar het was wel onwijs gaaf, ja. Ik hoop dat dit soort gesprekken een beetje bijdragen aan het monument. Dat jullie kinderen voor jullie zijn. Ja, nou, ik denk dat het zeker is goed. Wat John ook en wat jullie zelf ook aanhouden. Wat jij aanhoudt. Is dat je daarin door erover te praten. En ik ben daarin ook pas nog niet zo lang mee bezig. Nee. Ik het zo zeggen. Want ik stopte gewoon alles weg. Maar het helpt me wel, laat ik zo zeggen. Dat voelt me wel beter bij. Ja. En ik denk dat het zeker is als je in de fase bent dat je kind overleden is, dat je daar telkens over kunt praten en mag praten. Dat het een bijdrage levert aan een stukje verwerking van jezelf. En ze laat wat na straks. Ja, ook dat. Ja, zeker. Ze laat sowieso, heeft het nu al een verpletterende indruk hoe Eva overkomt op social media. En ook Zoe. Ja. Jullie kinderen zijn volgens mij warm ontvangen door het land. Ja, zeker. Ja, dat is ook een mooie gedachte. Ja, heel fijn. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Daar moet je ook van genieten. Dat gaat ook weer over. Ja. Het volgende seizoen zijn er weer anderen. Dat hebben wij ook zo ervaren. Dat hebben wij dat ook ervaren. Ja. En nu lekker van genieten. Ja. Ja. Mag ik jullie danken voor de komst. Ja. En jij bedankt, Tim. Ja, met alle plezier en liefde. En jullie thuis ook dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dan praat ik met Maaike uit de huidige serie en Jip uit de vorige serie. Ook schuift de partner van Eveline uit seizoen 6 aan. We gaan het dan hebben over de bonustijd en of dat nou een vloek of een zegen is. Tot de volgende. Thank you.